Ik kreeg een vraag van een dame die met me deelde van telkens als ik ergens op bezoek kom, dan ga ik, ondanks het feit dat ik het niet wil, mezelf zo uitsloven en zodanig mijn best doen dat ik er telkens ook weer zo moe van terugkom. En ik heb altijd goede voornemens, maar ik val altijd in diezelfde gewoonte. Wat er vaak daarbij aan de hand is, is dat je op het moment dat je contact maakt, dat je emotionele zelf op bezoek gaat bij vrienden en familie. Jij bent er niet echt, maar je past als het ware in een bepaalde vorm of in een bepaalde rol, zoals je je altijd gedragen hebt, een ruimte die de anderen laten voor jou, en daar pas je in. Er zit ook iets in van ja, conflictvermijdend, vredelievend, maar eigenlijk eigenlijk creëer je een groot conflict binnen jezelf en op lange termijn ook met de anderen. Dat hele inpassen, dat hele je aanpassen aan, terwijl de ziel niet meer aanwezig is en de emoties en denken het hele plan sturen, zorgt ervoor dat er iets onechts ontstaat. Je maakt een splitsing, waardoor er een groot deel van je energie meer in je zielenlichaam, je ware zelf zitten en je emotionele zelf probeert te dealen met de hele situatie. Herkenbaar voor velen. En wat het ego daarop gevonden heeft, is probeert het op te lossen. Alleen het ego heeft nooit de bedoeling om iets op te lossen, heeft meer de bedoeling om dingen te houden zoals ze zijn. Je hoeft die situatie niet op te lossen. En je kan ook dat emotionele beeld waar veel verleden in zit, dat emotionele zelf, kan je niet loslaten. Er is een verantwoordelijkheid voor en er is wat het vraagt is dat je bewust dat meeneemt als een soort van bal, maar dat jij als wezen, de ziel die jij bent, in verbinding met je lichaam, dat die in charge zijn, dat die de leiding hebben. Wat het ego schreeuwt dan, is dat moment van, ja, maar ja, er komt ruzie van, of je gaat afgewezen worden, of mensen gaan niet meer van je houden, enzovoort. Inderdaad, dat klopt ook. De kans is groot dat er een conflict komt, een afwijzing van het stuk wat je sowieso niet meer wou zijn. Wat sowieso niet echt is, dus wat verlies je daarin? Eigenlijk niks, alleen die spanning om dat zelf los te laten en gezien te worden voor hetgeen wat je werkelijk bent, daar zit dan de uitdaging. We denken allemaal dat we bang zijn voor pijn en voor problemen en van alles wat er om ons heen is. Onze grootste angst zit in die werkelijke kwaliteit die we op ziel-spirit niveau zijn, om zo gezien te worden. En waarom? Omdat het de intensiteit van ons leven en hoe we dat ervaren vermenigvuldigt. Alles wordt zoveel intenser en het breekt door dat oude zelfbeeld. Dat wordt geleidelijk in dat proces, je kan dat niet meteen, lange tijd, maar geleidelijk aan zie je dat die kern die daar zit van vroeger, die pleaser, en dat het begint te smelten. Mensen zullen daarop reageren. Dan weet je dat er echt iets anders is. Je zoekt geen conflict, maar je past niet meer. Je hebt niet de bedoeling om daar in te passen. Je bent daar omdat je van hun houdt en kiest om daar te zijn. Daarom ben je daar. En soms gaan mensen je daarin uitdagen. Je bent veranderd, je doet raar. Weet dat dat normaal is ook. En vertellen ook daarover. Verwacht van hun niet dat zij veranderen, maar dat je daar ook mee bezig bent, ook dat je daarin steun kan gebruiken, maar dat je het sowieso gaat doen. Het is een geleidelijk proces waar het verleden in het nu wordt opgelost en waar je meer en meer die verbinding gaat voelen tussen spirit, ziel en lichaam. Accepterend van dat van alles in beweging brengt, maar dat dat een deel is van je ware leven vormgeven.